ben Sherelle. Hey. Oh, superleuk om hier weer te staan. Hey, ik ga lekker starten met mijn onderwijs, want ik heb precies 6 minuten en ik heb getraind in 6 minuten. Dus gaat me lukken. Hey, tof. Ik ga het hebben over vrienden van bestemming. Lijkt een beetje een algemeen onderwerp, maar ik moet zeggen, toen ik deze tekst las, was dit voor het eerst dat ik hem op deze manier las. Het gaat eigenlijk over toen nog Saulus. Ik noem hem even voor het gemak, even Paulus is dezelfde persoon. Maakt het minder ingewikkeld. Paulus is niet altijd een christen geweest. Hij was eerst eigenlijk altijd juist een vervolger van christenen. Ging juist heel erg achter christenen aan. Omdat hij er totaal niet mee eens was dat mensen christen waren. En op een gegeven moment is hij onderweg naar Damascus. En draait hij 180 graden om. Heeft hij een ontmoeting met God. En nu, ja, hij is dus altijd een vervolger van christenen geweest. En nu is hij er zelf één. Ja, hoe gaat hij dat uitleggen? Hij was eigenlijk super enthousiast op het moment dat hij tot bekering kwam. En hij wilde eigenlijk iedereen erover vertellen. Maar het was eigenlijk geen geheim dat Paulus een vervolger van christenen was. Dus ik heb even een bijbeltekst. In Handelingen 9, vers 26 tot 29. En daar staat: toen Saulus in Jeruzalem aankwam, probeerde hij zich bij de andere leerlingen van Christus aan te sluiten. En, maar die waren allemaal bang voor hem. Want ja, hij had ook, ja, ook zelfs vrienden van hun achtervolgd. Omdat ze niet konden geloven dat hij ook een leerling van Christus was geworden. Maar Barnabas nam het voor hem op en bracht hem bij de apostelen. Hij vertelde hun hoe Saulus... even kijken, de volgende. Ik doe hem even vanaf papier, want dat... maar Barnabas nam het voor hem op en bracht hem bij de apostelen. Hij vertelde hun hoe Saulus op weg naar Damascus de Here had gezien en wat hij tegen hem had gezegd. Barnabas vertelde ook dat Saulus in Damascus vrijmoedig over Jezus had gesproken. Saulus werd in de groep opgenomen en hij bewoog zich vrij in Jeruzalem en sprak openlijk over Jezus. Dus Paulus kwam tot bekering en toen had hij dus een heel groot probleem om geaccepteerd te worden door de groep. Omdat hij ook een bepaald verleden achter zich aan had slepen. En hoe tof is het dan dat Barnabas, die eigenlijk hetzelfde wist als de rest die daar was, die dan toch die open deur voor hem geeft. Hij was degene die voor hem opkwam. Hij was degene die de deur voor hem openzette. Zodat hij uiteindelijk toch geaccepteerd werd door de groep. En daardoor hebben wij een deel van de Bijbel hedendaags. Dus dat is wel... ik wil even naar puntje 1. En kijk, uiteindelijk is het ook iets wat wij kunnen meenemen. Hè? Jij bent misschien ook wel één vriendschap verwijderd van het veranderen van je verhaal. Doordat Barnabas de deur zo openzette, was er een ander verhaal, een ander verloop van zijn verhaal. En dit was over het vertellen over Jezus. Maar het kan eigenlijk op elk gebied, hè, voor ons allemaal. Op het moment dat wij een vriendschap hebben, soms kunnen we best wel een beetje vastzitten aan onze eigen vrienden. Maar heb je wel eens dat je dan ineens iemand spreekt en dat je denkt, dat is een kijk van geloof zoals ik hem zelf nog niet eerder gezien had. Of op welk gebied dan ook. Misschien spreekt iemand ineens iets over jouw talenten uit. Misschien spreekt iemand ineens iets over jouw huwelijk. Misschien ga je wel door verslaving heen, waar iemand anders ook doorheen is gegaan, die jij nooit eerder hebt gesproken. En die ineens je ogen opent van, hey, als hij er doorheen is gekomen, dan kan ik het ook. Weet je wel? Dus misschien ben jij ook wel die ene vriendschap verwijderd van het veranderen van jouw verhaal. Want hoe tof is het als iemand, als er een vriendschap ontstaat, waar jij ook weer je stappen verder uit je comfortzone kan komen, doorbraak kan krijgen, waar jij ook weer een heel ander verhaal van kan gaan krijgen. En dan punt 2, stel jezelf de vraag, wat moet ik doen om contact te maken met de juiste mensen? Nou, straks is er een hele leuke MC hier. En die gaat jullie over vertellen. Er zijn superveel activiteiten. ook tijdens de zomervakantie. Ga niet in de zomervakantie. Tuurlijk, ga op vakantie, ontspan. Maar hou ook contact met de mensen. Ook al stopt je Connect misschien voor een zomerstop. Maar zoek nog steeds contact met mensen. Al doe je 1-op-1 met mensen uit Connect. Maar ook, er zijn superveel activiteiten. Ook voor City Point. Weet je wel, daar zijn net weer hele andere mengelingen van mensen. Misschien mensen die je nooit eerder gesproken hebt. Misschien zit daar net iemand tussen
die al heel lang op je pad had mogen komen. En ik geloof echt dat God die activiteiten ook echt gebruikt. Daar geloof ik ook echt in. En misschien is het een beetje spannend en awkward als je vrienden er niet naartoe gaan. Dat begrijp ik heel goed. Maar het kan wel levensveranderend zijn. Dus die wil ik even aan jullie meegeven. En dan gaan we naar een nummer. Jullie mogen blijven zitten.